Hey mensen, Mark hier en welkom bij weer een nieuwe video. En ik moet gelijk wat zeggen allereerst ah, eigenlijk eerst één dingetje, duimpje me op deze video, zou namelijk vrij erg gewaardeerd worden. Vergeet zeker niet te abonneren, du als er 1000 likes gaan halen in 24 uur, aangezien dit een, een gameplay video is, dan is dat altijd anders. Zou gewoon heel erg tof zijn. Eerste wat we moeten zeggen, gefeliciteerd Feyenoord fans, want ik, ik, ik wist niet of de kaart van Feyenoord die fair kaart een Urkbed ging krijgen, die what if. Want, you know, ik volg Feyenoord niet al te veel, dus ik had zoiets van, oké, okay, ik vraag me af, gaat Feyenoord 6 scoren in 5? Feyenoord heeft de 6 gescoord in 1 wedstrijd, dus... Aanstaande woensdag, als het goed is, een Team of de week uitkomt. Dus technisch gezien 7 uur. Zal misschien iets later zijn. Zal die vers een plus 2 upgrade krijgen naar een 87-wedded kaart. En dat is natuurlijk gewoon erg fijn. Dat uit de weg geruimd hebben. Um, we gebruiken de team dus zoals gepland. Uh, ik heb hier de eerste vijf wedstrijden voor jullie, eigenlijk zes maar dat komt vanwege een glitch die gebeurde die ik graag met jullie zal delen. Zo, het, was denk ik, het was in ieder geval tegen een Nederlander, ik weet niet of het tegen een kijker was, dat kan ik niet stellen. Maar het was een heel apart iets wat ik nog niet eerder heb meegemaakt en iets waarvan ik, ken, en ik op Twitter begreep dat meer van jullie er last van hadden. Maar voordat we echt verder gaan, ik, ik, ik ga deze Weekend League niet afmaken. Ik ga het alvast stellen, op het moment dat jullie het zien is het uiteraard zondag. Ik ga het nu alvast stellen, ik ga de Weekend League niet afmaken. Ik weet niet wat het is met FIFA. En het is een heel specifiek FIFA-ding. Kijk, mijn, die ping altijd is altijd belangrijk. En voordat je de wedstrijd ingaat, kan jij in de Zeg maar wanneer je je shirt selecteert, kan jij zien wat jouw ping is wanneer je de wedstrijd ingaat. Ik probeer er altijd voor te zorgen dat mijn ping sowieso natuurlijk die maximaal aantal bars is. Dus geloof ik 4 of zo, in ieder geval max groen. Uh, en onder de 20. Want dan weet ik in ieder geval top. Oké, okay? hier beginnen we aan. Maar dan vervolgens in-game. En dat zul je ook zien bij sommige clips. Als je rechts in het scherm kijkt waar je dat pinggetalletje ziet. Soms is het echt all over the place. Uh, deze game ook, het komt zo meteen in de tweede helft nog, dit is die game tegen een Nederlander. Er uh, zijn gewoon momenten dat het op zo'n hoog nummer zit dat ik dat niet snap. En het ding met ping is, dat uh, logica, althans volgens mij, zo is het mij een keer verteld. Het principe met ping is dat het, het ligt... Jouw het is nou, Ping is van jouw verbinding met de server in principe. En hoe hoger de ping dus, hoe slechter het signaal, basically. Um, maar ik snap niet hoe dat in FIFA zo kan schijn want FIFA is de enige keer waarmee ik dit heb. Hier ook. ik tackle hem, ik kan gewoon niet bewegen. Mijn spelers bewegen zo tyfus traag. Kijk, de ene keer is het 18, 120, gewoon dikke prime, gewoon alles reageert goed. De andere keer is het 200 en moet ik hopen tot god dat alles goed gaat. Dan nou, vervolgens zie je dus dit. En dit is opmerkelijk, want ik maak dus na die 5-4 die jij ziet, ging ik wissels maken. As you do, you know, ik had het gevoel ik, ik kon hem pakken. Ik weet met normale verbinding, kan ik deze guy pakken. Dus ik ga mijn wissels maken, maar ik zie op de achtergrond dat die pot doorgaat. En dat vond ik fucking weird. Dat het ging gewoon door terwijl ik mijn wissels maakte. En net op het moment dat ik stop, zeg maar. En terwijl ik denk ik bijna bij mijn 16 was aan het scherm te zien, uh, bleef het haken, zeg maar. Dus ik had al B gedrukt. Want ik was klaar met wissels en zo. Dus ik wilde verder met de game. Maar vervolgens. Bleef hij daarop gewoon lopen? Toen bleef hij vervolgens 5 minuten een beetje rond dat scherm switchen. En uiteindelijk stond er: Connection has been lost with your opponent. Of mijn tegenstander een los heeft gekregen, ik weet het niet. Ik hoop het niet. Maar ik kreeg in ieder geval geen los. Maar ik had zoiets van: Ja, dit is gewoon fucking weird. Weet je wel, dit is gewoon apart. Hier ook krijg ik een ongelukkige 2-2 twee tegen. Misschien dat hij er in zou zijn gegaan. Het is een mbappé Financial, dat had gekund. Maar die deflectie was best wel pittig, dus daardoor ging hij erin. De team speelt gewoon heel erg goed. Ondanks de beperkingen, vanwege de verbinding dus. Um, is, het, het doet het wel prima. De Benedetta Verstappen Weekfoot. Ik krijg er een beetje, hoe zeg je dat? Een beetje butter vibes bij. Het is een spits waarmee je niet kan skillen. Dat absoluut niet. Maar het zorgt er wel voor dat je gewoon weet: oké, okay, je kan eigenlijk wel uit elke hoek en stand schieten. Een beetje hetzelfde met Socrates. Eh, uitstekende kaart tot nu toe. Heeft, geloof ik, in 7 wedstrijden die ik nu gespeeld heb, heeft hij 17 assists. Dat idioot veel is. En drie goals of zo. Maar ja. Ik ga niet met hem schieten. Als elke paas zo goed is. Weet je wel. Elke paas komt aan. Ik kan gewoon met een blinddoek. Met mijn rug naar de goal toe paas. En nog komt hij aan. Ja, dat is gewoon een ding. Kijk, dit is mijn schuld. Deze shit. Mijn schuld. Ik was gewoon moe op dit moment. Ik had net een uur lang die, uh, die podcast gekeken. Die, uh, die, ja, die, die vrij mibo van de bank zit dus. Noem het podcast, noem het gewoon een video, hoe je het wilt. Uh, dus ik dacht, nou oké, okay, we moeten wel even wat op vrijdag spelen, weet je wel. Want anders zit je weer met het scenario dat ik er 30 moet doen op zondag. En dan maak ik het er helemaal nooit af. Maar het was gewoon een heel inconsistente ervaring. Wanneer de ping normaal is, is het te doen, de gameplay, weet je wel. En dan kan ik redelijk al mijn spelers gebruiken. Als de ping, of gewoon überhaupt de gameplay, ondraaglijk is... Dan heb je eigenlijk... Je ziet het hier trouwens, het is een goed voorbeeld van... Shit beweegt gewoon op zichzelf van tijd tot tijd. Wanneer het normaal is, kan ik in principe alle spelers gebruiken die ik wil. Wanneer de gameplay. Of de ping, hoe je het dient te zeggen. Niet normaal is. Dan heb ik eigenlijk gewoon de Mbappés en de Neymars nodig van deze wereld. Want als je weet dat je spelers niet optimaal gaan reageren. Dan heb je de spelers nodig die ook in slechte gameplay. nog zo goed mogelijk kunnen presteren. En daarom is. Dat is in mijn idee in ieder geval. waarom iedereen de Mbappé en Neymars zo gebruikt. Omdat dat de spelers zijn waarvan het bekend is. In slechte gameplay doen ook zij het goed. je cirkelt het test nog op Mbappé. En je zag het trouwens bij de 6-2 dx score Is een goed voorbeeld van. Het is niet zo dat het alleen gebeurde. wanneer er iets tegen mij ging of zo. Ik weet gewoon op het moment dat. Dat scherm hapert, eigenlijk zoals je het zag. Dan weet ik van oké, okay, ik moet schieten en gokken en hopen dat dit gebeurt. Ik heb geen idee wat er in die seconde tot anderhalf seconde daarna gebeurt. Dus ik moet maar gewoon hopen. Wij gaan op dit punt 3 om 0. Uh, had dus 3 om 1 kunnen zijn als die pot door was gegaan. Ik denk persoonlijk dat ik nog terug had kunnen komen in die wedstrijd. Maar goed, op dat punt stond ik nog achter. Dus als ik hem verloren had, ja, goed. Weet je, ik stond achter. Het had kunnen gebeuren. Maar je ziet hier, het, het, het werkt wel. Op het moment dat die pingus onder de 20 is, kan Benedetto draaien. Kan Socrates gewoon draaien. En Socrates, aan enige nadeel op papier, is zijn balans. Maar ik gebruik hem voorlopig op de manier dat ik niet echt in situaties kom en dat zijn balans belangrijk lijkt. En als je dat een beetje eruit haalt, zeg maar, dan merk je gewoon dat die alles gewoon echt heel erg goed is, die kaart. Hier ook een, Mbappé, een beetje onnodige heel te huur, Maar goed, we komen 3-1 voor. Volgens mij krijg je hier een heel onterechte penalty, maar op zich maakt mij dat niet uit. Ja, goed, we scoren 4-1. En in het begin van de tweede helft had hij door dat het hem inderdaad niet ging worden. Uh, dus houdt hij ermee op. Gaan wij dus 4-0. Dan komen wij uh, tegen een zeer aardig team op papier. Ik zeg expres op papier, want uh, het is iets te aanvallend natuurlijk. Hij ging uh, 4-4-2 spelen. En op zich heeft hij daar bijna een team voor. Alleen Deco op CM, dat gaat gewoon niet. Dat is pittig aanvallend. Kan je doen als je echt heel zelfverzekerd bent. En echt heel goed weet wat je aan het doen bent. En uh, ik zeg dat met alle respect, maar de, deze man had dat geloof ik niet. Hij had misschien wel zelfvertrouwen, vertrouwen, maar dan was het iets wat misplaatst. Ik leg hem hier terug voor 2-0. Uh, ik was redelijk onder controle, ik had aardig wat kansen. Ik speelde wel gewoon goed, de pingels hier en daar. als ik zei, dat is gewoon in elke pot tot nu toe zo geweest. Um, ja, dat is ongelukkig. Hier ook een tackle, hij krijgt hem mee, dat wordt een 2-1. Dan is het een beetje jammer, weet je. Dan zorg ik, doe, ik ga gewoon iets langer over mijn aanval doen. Weet je wel, zorgen dat er iets meer tijd is. Dat mijn tegenstander iets ongeduldiger wordt. En dan maakt het hier makkelijk 3-1. 1. Uh, vervolgens ging ik een beetje de bal bij me houden. Maar deze video is uiteraard nog niet voorbij. Ik heb zometeen nog een live deel van deze video. En daar gaan we nu even naartoe. Alright, dan is het dus weer tijd om in de menus van FIFA te hangen. Het eerste ding wat we dus hadden, wat de wat ik net al in het begin van de video zei: Hij krijgt een upgrade. Alleen het ding is: Tefer krijgt ook eindelijk zijn upgrade. Ranges heeft de laatste wedstrijd tegen St. Mirren met 3-0 gewonnen. Uh, Kent gaat waarschijnlijk zijn tweede in vorm krijgen. Maar hij gaat dus ook zijn upgrade krijgen. En hopelijk krijgt hij een plus 3 in defending. En de rest plus 1 of zo. defending is het de ene wat ik echt, echt hoger wil aan deze kaart. Voor de rest, uh, ja, hij is top. Waarschijnlijk een, een van de, al dan niet de beste rechtspack in de game. Um, ik kan, ik, ik zat het overwegen, want ik zei volgens mij in de vorige video, want ik dacht het in ieder geval of ik het ook gezegd heb, weet ik uiteindelijk niet. Maar uh, ik dacht eraan om de Fair SPC te doen. Indien you know, hij een kans maakt op een upgrade. Die upgrade gaat hij nu sowieso krijgen. Fair kost een uh, 84 squad met 70 cam. Hij is kennelijk. Iets duurder dan de goedkoopste 87 op de markt. Eh, het zal een prima kaart zijn. Het zal een prima kaart zijn. Uh, alleen het ding is... Uh, en dat zeg ik met die gedachte in het achterhoofd. En ik weet dat ik er laatst een comment over... onderhand is het even geleden al, ik denk bijna een maand. Uh, ik, ik denk dat ik de SBC niet ga doen. Hij gaat een heel redelijk upgrade krijgen. Tot het punt dat je denkt, het is een top CDM. En ik kan hem makkelijk linken met Kleiber En met, uh, met Robben. Alleen ik gebruik die twee al amper. Kluiper als wissel en dat is meer omdat ik er zin in heb dan dat you know, ik echt moeite doe om met mijn team te werken. Ik denk dat ik hem hooguit een week in mijn team heb en daarna rot hij een beetje op de bank voordat ik hem in de SPC dump. En ja, het is maar een 84 squad en ik krijg een 87 dan voor terug, althans vanaf woensdag. Maar ik zie mezelf gewoon niet die kaart gebruiken. Ik ben super blij voor Eredivisie en Feyenoord fans, maar ik ga dat zelf gewoon niet doen. Dan hebben we ook nog player van Messi die is uitgekomen. Uh, kwam kennelijk neer op ongeveer 2.1 mil, wat begrijpelijk is gezien de prijs van zijn 95 Team of the group stages geloof ik. Uh, het, het, is geen, het is een goede kaart, het is, net zoals Messi altijd. Het is een goede kaart. Het is alleen geen voor 2.1 mil perfecte kaart. Kijk, als jij weet dat je nooit die Team of the Year gaat halen, en je wil, of je wil gewoon überhaupt een centrale Messi vanaf het begin... Dan is dit een oké okay kaart. Alleen het ding is, de stamina is. You know, alright, dit is voldoende inderdaad. Ik ben niet iemand die gaat klaar over 78. Maar als ik zoveel coins stop in een SPC. Dan moet hij nagenoeg perfect zijn, weet je wel. En de ding met deze Messi -SPC is, dat is hij gewoon niet. Ik ga niet zeggen dat hij heel veel flaws heeft. Het is Messi. Hij heeft er niet veel. Maar hij heeft ze wel. Je moet hem eigenlijk een maximale pace boost geven. Dus eigenlijk moet je hem jagen geven. Want shoppaar moet je ook boosten. het it is. I don't it, no man. Het ding is, ik had verwacht dat elke kaart van hem goedkoop zou zijn. Aangezien zijn base al onder de 350k is. Maar het is wat het is. Dan hebben we ook, uh, die kwam met What If Team 2. We komen zo bij hard. Theo, uh, Jitse tweet al van dat hij nagenoeg identiek is aan Rafinha. Maar dat Ravinha uh, ongeveer 2, 3 keer zo duur is. D dat is niet een EA-blame iets. Dat is een community iets. Mensen zoals jij en ik, en statistieken zullen dat uitwijzen, leggen gewoon meer neer. Voor een soort gelijke speler uit de Premier League. Al helemaal als de betreffende speler dan ook nog eens Braziliaans is. Dat is gewoon hoe het gaat. Weet je wel. Kijk. Plus. En als je moet kijken. Hij is van Betis en Spaans. Dus je moet hem eigenlijk met zo'n spelers linken en Hij is. De speler waarmee hem kan linken. Zijn. Zo laat cijfers zien. Gewoon niet zo populair. Als Premier League counterparts. En dat. Dat. Dat is gewoon zo. Kijk, ik zeg niet dat ik het goedkeur. Maar ik ga hem ook niet halen. Het is een prima kaart. En hij heeft 4 en 4 nu wat naast nice is. hoog en normaal is goed. Uh, als hij de upgrade gaat krijgen. Ik ken net als met Feyenoord. Ik weet niet hoe goed het is. Als hij een is Of wat dan ook. Maar de kaart is voor mij niet heel aantrekkelijk. En ik krijg het voor meer mensen geld. Dan hebben we ook nog. En deze is vers van de pers. Deze kwam zaterdag uit om 7 uur. Uh, een flashback Joe Hart naar 2011-2012 seizoen. En credit naar Joe Hart. Want Joe Hart vanaf. Nou, ik wil zeggen, 2010 tot en met 2017 was toch wel een van de beste keepers in de league inderdaad. Krijgt de credit niet, omdat hij bij City speelde en blablabla, bla, bla, makkelijk. Maar voor een 85 team met 60 cam en één City speler er dus in. Uh, hij komt neer, dus, althans dat is het nu hè, op ongeveer 170k. Uh, dat is duur omdat, en, en, en niet dat ik het hetzelfde you know, vind, maar dat is duur als je kijkt naar dat Inform Poop, weliswaar 84-rated, kost 69K. Ik tweet in eerste instantie. Is er ook maar iemand die SBC, deze SPC gaat doen? Omdat ik het me persoonlijk niet voor kan stellen. Ik ga hem namelijk niet doen, dus ik tweet dat vanuit mij het perspectief. Alleen ik snap waarom je hem wel gaat doen. Kijk, ik ga niet zeggen dat je Inform Poop moet halen. Je kan Inform Poop halen, tuurlijk. Maar het is wel een speciale kaart inderdaad, Joe Hart. Er gaan niet anderen van hem komen, dus dat maakt hem toch wel inderdaad wat unieker, weet je wel. Flashback heeft een mooi design en al. Kijk, het ding is, de case die gemaakt wordt, en dat is begrijpelijk. Als je hem wilt halen, dan kan je net zo goed Pope halen. Want waarschijnlijk wil je Gomez Kibbers die geven, en dat is waarschijnlijk dan je ding. Alleen het is inderdaad een nice kaart. Veel mensen hebben een Premier League team. Hij heeft niet echt speciale trade. Sterker nog, hij heeft eigenlijk... De Carson with Cross, daar koop je eigenlijk geen reet voor. Spurs, en eh, niet omdat het Spurs is, maar hij heeft niet nou echt... Zeven, Spurs heeft geen fut-centerbacks. Er like, zijn geen centerbacks van Spurs die je tegenkomt. Um, het is oké. Okay. You know, ik, ik vind dit geen slechte SPC. In eerste instantie dacht ik van wel. Maar het is inderdaad een leuke, unieke special card. Het kan zorgen voor wat variatie in Premier League squad. Weet je wel. Er zijn een goed aantal keepers die je kan gebruiken. Je kan inderdaad Alisson halen. Je kan een De Gea-kaart gebruiken. Er zijn er zat. Ik snap best waarom mensen deze SPC doen. Is hij wat duur? Zeker voor een keeper? Ja. Is hij te duur? Misschien ook wel. Maar het is inderdaad een unieke kaart. Je hoeft hem niet te doen. Hij is er voor twee weken, Ze dus je kunt hem makkelijk grinden. Ook wanneer prijzen weer wat dalen. Ik vind hem, ik vind hem prima. Ik heb er vrede mee in principe. Voor Icons is er niks nieuws. Uh, ik denk dat ik mijn handen afhoud van deze drie voorlopig. Ik overwoog Kluivert en Netvet even. Maar you know, misschien dat er binnenkort nog iets anders komt. Tijd zal dat in ieder geval leren. En ook, en ook hier hou ik mijn handen nog even vanaf. Ik ben blij dat ik het heb gedaan. Ik overwoog om deze te doen tijdens Team 1 van die What If Pro. Maar ik heb het gelukkig niet gedaan. Maar ik wil jullie wel voor het kijken. Hopelijk heb je genoten. En als het zo is, dan, uh, dan merk ik het wel aan hoe deze video het doet. En dan uh, zie ik jullie later. Joe joe.